We zijn vandaag in Sunparks Mall, waar de kersverse finalisten van Mr. G Belgium 2019 zijn verkozen. Eén daarvan zal mij op 1 juni opvolgen als Mr. G Belgium 2019. En bij mij heb ik één kandidaat daarvan zitten. Dat is Niels. Dag Niels. Dag Bart. Alles goed? Ja hoor, met jou. Alles goed, dank u. Je mag je kort even voorstellen. Ja, ik ben Niels. Ik ben 24 jaar, afkomstig van Erpenmeren. Ik werk bij KBC als bankbediende. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's fitnessen, de gewone doorgaanse dingen met de vriendinnen afspreken. Oké, leuk. Goed, Niels, waarom Mr. G Belgium 2019? Wel, ik heb mij ingeschreven omdat ik zelf het moeilijk rond gehad heb rond mezelf accepteren. Mm-hmm. Dat was vooral in mijn jeugdperiode. En ik zou er willen op toezien of er mij voor inzetten dat mensen die daar ook moeilijk mee hebben, dat ze voldoende kansen krijgen om zich daar over te zetten. Omdat ik zelf hetzelfde heb meegemaakt. Okay. Denk je dat dat echt iets leeft, dat leeft momenteel bij Hollybees? Dat er veel mensen daarmee te maken krijgen? Ja, dat denk ik wel. Omdat er toch nog altijd veel stereotype beelden heersen. Mm-hmm. Dat moet doorbroken worden. En ik vind dat dat meer bespreekbaar moet zijn. Oké, super. Nu, om af te sluiten ga ik je een paar keuzevragen stellen. Heel luchtig. Waaronder de eerste vraag. Wat is je favoriete vakantiebestemming? De vakantiebestemming zal Thailand zijn, denk ik, omdat ik daar onlangs nog geweest ben. Warmte, eten, alles eigenlijk daar, dus vind ik wel leuk. Oké. En een gezellig avondje thuis voor de tv of stevig uitgaan? Dan zal het toch een gezellig avondje thuis zijn, ja. Een pintje of een wijntje? Dat is duidelijk een wijntje. Voorkeur wit of rood? Dat is moeilijk. Rood toch wel, ja. Oké. Lang uitslapen of vroeg aan de dag beginnen? Dat is een moeilijke. Lang uitslapen, toch wel. Oké, super. Bedankt Niels en ik wens je alvast heel veel succes bij Mr. G Belgium 2019. Dankjewel Bart. Alsjeblieft.